In de ruilwinkel kunnen mensen oude spullen inleveren en weer nieuwe spullen mee naar huis nemen. De afgelopen maanden hebben zich meer dan 350 mensen bij de winkel aangemeld. Iedereen kan hier binnenkomen, armrijk, alles. Er is altijd koffie, je kunt je gratis inschrijven. Alles wat je meeneemt, inbrengt, diensten uitwisselt, vraagt of aanbiedt. Het gaat allemaal zonder geld. Het gaat met crossjes en dat is gewoon een heel groot pluspunt. Doordat de winkel nu zelfstandig is, kan de organisatie zelf op zoek naar financiële middelen. Met het geld hoopt de winkel in de toekomst onder meer te kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie. Ja, een veel grotere ruimte, want we hebben heel veel artikelen die we nu niet kunnen aannemen, omdat er gewoon geen plaats voor is. Naast de verzelfstandiging gaat de winkel vanaf oktober ook elke zaterdag open. De eenmalige koopzondag in de maand vervalt hierdoor. Omdat we heel veel deelnemers hebben, gemiddeld toch wel zo'n 30, 35 mensen die per keer binnenkomen. En dat is in deze kleine ruimte in 2 uur best heel veel. Maar ook veel mensen die niet kunnen komen omdat ze gewoon werken door de weeks of andere bezigheden hebben. Dat merk je ook op de zondag, dan is het heel druk. En die mensen willen we iedere week de kans bieden om te komen. Aankomende zondag zal de winkel voor het laatst op zondag geopend zijn.